this is the region where the action is. En dat is voor ons heel belangrijk. Nise Food Research is een bedrijf. En daarin onderscheiden we ons van heel veel andere kennisintensieve organisaties, omdat die vaak aan overheid gerelateerd zijn. Wij zijn echt een bedrijf. Wij zijn een bedrijf wat onderzoek doet, wat ten dienste staat voor de voedingsmiddelenindustrie en de ingrediëntenindustrie, wereldwijd. En het soort onderzoek wat wij doen, dat is bijvoorbeeld het verbeteren van smaak, als een bedrijf een smaak van zijn product wil verbeteren. En het komt er zelf niet uit in relatie met zijn toeleveranciers, dan kunnen wij zowel de samenstelling van de flavor, maar ook de release verbeteren. We kunnen kijken naar de voedselveiligheid van producten. We kunnen kijken voor ze naar voedingsclaims. We hebben ook een grote pilotplant bij Niso staan. Dus bedrijven die kunnen hun nieuwe processen uitproberen, opschalen. Dus wij leveren zowel de theorie, maar ook de praktijk van veel voedingsmiddelen. Om het in goed Nederlands te zeggen, we make sense of science. Wij zitten al ruim 60 jaar in Food Valley. En Food Valley is weliswaar wordt weliswaar neergezet als een regio, maar het is wel een regio met een wereldwijde impact. En in dat samenwerkingsverband, dat netwerk wat we hier in de regio hebben gevormd, is Oost-NV een ongelooflijk belangrijke partner. Ze kennen niet alleen de industrie, ze kennen ook de kennisaanbieders, ze kennen de lokale en provinciale overheden. Met name nu de belang zo groot aan het worden is om internationaal onze vleugels uit te slaan, is Oost-NV een geweldige gangmaker en brengt internationale delegaties naar binnen. Het is niet een soort abstract netwerkorganisatie, maar voor ons zijn ze gewoon heel concreet en natuurlijk ook met investeringsprojecten. In totaal op de site bij Niso werken iets van 225 mensen, denk ik. Die zijn niet allemaal bij Niso in dienst. Ik denk dat iets van 175 in dienst zijn van Niso. Dus dat geeft al wel aan dat we meer zijn dan alleen Niso op deze site. Natuurlijk is onze ambitie om te groeien. Maar de onzekerheid in de arbeidsmarkt of in de R&D-markt is natuurlijk een feit waar we mee moeten leven. Maar een groei van een 10% met een jaar of 5 hoop ik toch wel te realiseren. We'll be right back.